zijn de vier deelnemers aan de tweede aflevering van Megabrein. En hun speciale onderwerpen zijn respectievelijk Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, het leven van Charles Dickens, het leven en de geschriften van Sir Winston Churchill en veldbiologie. En ik ben Erik van Muiswinkel en ik stel hier de vragen. Maar dat doe ik nog maar voor de tweede keer, dus ik leg nog één keer de regels van het spel uit, zo simpel als ze zijn. In Megabrein komen iedere week vier deelnemers, één voor één, in de Megabrein stoel. Als ze daar zitten, stel ik 2 minuten lang vragen, zoveel mogelijk in die 2 minuten. In de eerste ronde, de eerste beurt die deze kandidaten daarvoor krijgen, gaat het over een speciaal onderwerp, ik heb ze net genoemd. Daarin zijn de deelnemers geen professionele experts, maar laten we zeggen fanatieke hobbyisten. In de tweede ronde gaan de vragen over algemene kennis, kan letterlijk over van alles en nog wat gaan, en wordt het voor u thuis ook iets makkelijker om uw kracht een beetje te meten met de deelnemers. Weet een kandidaat het antwoord niet, dan kan hij zeggen pas, dan gaan we meteen door. Geeft hij het antwoord fout, dan corrigeer ik het, dan gaan we ook meteen door. Geeft hij het antwoord goed, krijgt hij 1 punt. Wie aan het eind van de 2 ronden de meeste punten heeft, die wint. En zo hoort dat in spelletjes. De winnaar van vanavond zal de tweede halve finalist zijn. En wie weet uiteindelijk zelfs in de finale terechtkomen. En alleen de winnaar van de finale, degene dus die de titel Megabrein van Nederland zal mogen voeren, die gaat naar huis met 1 prijs. En dat is een kunstwerk, een beeldje gemaakt speciaal voor Megabrein door de kunstenaar Kees Verkade. De andere deelnemers hebben gestreden om de eer en anders niet. Mag ik de eerste kandidaat vragen in de Megabreinstoel plaats te nemen? U mag zich even voorstellen. Dankjewel, ik ben Hessel Nentjes. Ik woon in Nieuwegein, ben getrouwd. Ik heb 3 kinderen, die zijn hier aanwezig vanavond. Ik werk bij het CNV als beleidsmedewerker en ik hou me daar bezig met arbeids- en ondernemingsrecht hoofdzakelijk. Mijn specialiteit is Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog. We voeren Hessel Nentjes, 2 minuten lang. En die 2 minuten beginnen nu. Wat was de militaire codenaam voor de geallieerde operatie bij Arnhem in 1944? Marketkade. Is goed. Wie was de leider van het Nationaal Front, voorheen Zwart Front? Arnold Meijer. Is goed. Welke Leidse professor protesteerde in november 1940 in een openbare reden impliciet, maar op niet mis te verstaande wijze, tegen het ontslag van Joodse collega's? Cleveringa. Is goed. Wie was de leider van de Germaanse SS in Nederland? Veldmeijer. Is goed. Hoe heette de organisatie waarin in september 1944 de erkende verzetsgroepen in Nederland verenigd werden onder het bevel van Prins Bernhard? De Binnenlandse Strijdkrachten. Is goed. Welk aan de Germaanse oudheid ontleende symbool gold als strijdteken van de NSB en stond op de petten van WA-mannen? De runenteken. Nee, de Wolfsangel. Hoe heet het nazi-blad dat op 15 september 1944 voor het eerst de term Dolle Dinsdag bezigde om de chaotische gebeurtenissen van 5 september daarvoor te omschrijven? De Gil. Is goed. Welke Nederlandse hispanoloog schreef in 1940 de omstreden brochure Geestelijke Verwarring, maar sloot zich later bij het verzet aan? Pas. Welk Nederlands kamp vormde een uitzondering op het Duitse voornemen om buiten het eigen rijksgebied geen officiële concentratiekampen te vestigen? Amersfoort. Nee, Vught. Hoe heette de uit NSB'ers bestaande hulppolitie die zich aan het eind van de oorlog bij de bevolking zeer gehaat maakte? De Landwacht. Dat is goed. Een van de medeoprichters van de landelijke organisatie voor onderduikers was Frits de Zwerver. Wat was zijn echte naam? Frits Slomp. Dat is goed. Welke Nederlandse schrijver en schilder schreef vlak voor zijn terechtstelling in 1943 dat hij nu bewezen had dat men als kunstenaar en homofiel niet minder flink hoefde te zijn dan anderen? Gerrit van der Veen. Nee, Willem Arondeus. Hoe heette de Nederlandse radiozender die vanuit Engeland uitzond voor Nederlandse zeelieden? Brandaris. Dat is goed. In de zomer van 1940 schreef oud-minister-president Colijn een brochure waarin hij een verzoenende toon ten opzichte van Duitsland aansloeg. Hoe heette die brochure? Op de grens van 2 werelden. Dat is goed. Welke Duitse officier tekende op 6 mei 1945 in Wageningen de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland? Generaal Blaskovic. Dat is goed. Hoe heette de ter dood veroordeelde NSB'er, procureur-generaal van het beruchte Vredesgerechtshof tijdens de oorlog, die in zijn cel zelfmoord pleegde? Karp. Nee, Robert van Genechten. Uit welk illegaal blad, waarvan het eerste nummer op 25 juli 1940 was verschenen, ontstond later het Parool? Nieuwsbrief van Frits het Hoen. Nee, dat kan ik niet goed rekenen. Wel heel dichtbij, maar het was de nieuwsbrief van Pieter het Hoen. Wat zei ik? Frits. Ja, Pieter en Frits. Een klein blackoutje, maar ik kan hem niet goed rekenen. U hebt aan het eind van deze ronde gescoord 11 punten. Daarbij overigens maar 1 pas. En die ene pas neem ik even voor het nut van het algemeen, u en het publiek, nog even door. De Nederlandse hispanoloog die in 40 de omstreden brochure Geestelijke Verwarring schreef, maar zich later toch aansloot bij het verzet, was Johan Brouwer. En hij werd toen geëxecuteerd wegens zijn aandeel in de overval op het bevolkingsregister in Amsterdam. Weer iets geleerd. Toch nog iets geleerd. Hessel Nentjes, zeer bedankt. Mag ik de volgende kandidaat vragen in stoel?
Stelt u zich voor. Ik ben Marijke Wilbink. Ik kom uit Hengelo, Twente. Ik werk als secretaresse bij een grote machinefabriek. Ik heb 1 zoon. En mijn specialiteit is het leven van Charles Dickens. Het leven van Charles Dickens voor Marijke Wilmink. Gedurende 2 minuten. En die 2 minuten beginnen nu. Hoe luidde de volledige naam waaronder Charles Dickens gedoopt werd? Charles Huffam Dickens. Nee, Charles John Huffam Dickens. Volledige naam. Terwijl de 12-jarige Charles in een schoensmeerfabriek moest werken, studeerde zijn zus Fanny aan de Royal Academy of Music. Op welk instrument? Piano. Is goed. Wat wordt Dickens' eerste echte professie als hij 19 jaar oud is? Dan wordt hij freelance reporter. Is goed, parlementair verslaggever. In de buurt van hun woonplaats Chatham stond een statig landhuis, waarvan vader John Dickens eens tegen Charles zei: als je later heel hard werkt, zal je ooit in dat huis mogen wonen. Een voorspelling die uitkwam. Hoe heette dat huis? Cats Hill Place. Is goed. Op welk meisje was Dickens tussen zijn 18e en zijn 21e ongelukkig verliefd? Maria Beadnell. Is goed. Om wat voor reden ging Dickens' eerste auditie als acteur bij de komiek Matthews niet door? Hij was ziek op die dag. Ja, verkouden is goed. Van welke vaardigheid maakte Dickens zich in enkele maanden met behulp van het leerboek van Gurney meester? Stenografie. Dat is goed. Van welk Dickens feuilleton verscheen 2 dagen voor zijn huwelijk met Catherine Hogarth het eerste deel? Pickwick Papers. Dat is goed. Welk pseudoniem gebruikte Dickens voor zijn bijdrage aan Bell's Life of London? Bas. Nee, Tibbs. Over welk onderwerp liet Dickens zich zeer kritisch uit tijdens zijn eerste openbare optreden in Amerika? Over de auteursrechten. Dat is goed. In welke stad schreef Dickens zijn kerstverhaal The Chimes? In Genua. Dat is goed. Op 2 september 1848 stierf Charles' geliefde zusje Fanny. Waaraan stierf ze? Aan tuberculose. Dat is goed. Wat was volgens Dickens eigen zeggen zijn meest geliefde roman? David Copperfield. Dat is goed. Hoe heette het sensatieblad vol misdaadverhalen en gedetailleerde verslagingen van verminkingen dat Charles in zijn vroege jeugd las? De story. Nee, Terrific Register. Van welk satirisch blad was Dickens' vriend Mark Lemmon een belangrijk initiatiefnemer? Punch. Dat is goed. De Hefboom, de Microscoop en Mensheid zijn een paar titels die Dickens voor zijn eigen weekblad heeft overwogen. Wat werd de uiteindelijke titel? Household Wars. Dat is goed. Hoe heet de laatste onafgemaakte roman van Dickens? The Mystery of Edwin Drood. Dat is goed. Hoe luidt de volledige naam? Ik ben begonnen, dus ik maak hem af. Hoe luidt de volledige naam van de illustrator die onder het pseudoniem Fizz lange tijd met Dickens samenwerkte, de volledige naam? Hablo K. Brown. Dat is goed. Hablot Knight Brown. Reken ik goed. En aan het eind van die ronde heeft Marijke Wilmink gescoord 15 punten. De volgende kandidaat gaat. We hadden geen passen, dus we gaan meteen door naar de volgende kandidaat. En die mag zich voorstellen. Ik ben Jan Traag. Ik woon in Didam, ben 41 en bibliotheekmedewerker. En uw specialiteit van vanavond? Is Sir Winston Churchill. Leven en geschriften van Sir Winston Churchill. Gedurende 2 minuten. En die 2 minuten beginnen nu. Welke Nobelprijs kreeg Churchill in 1953? Literatuur. Dat is goed. Welke ministerspost combineerde Churchill in 1945 met die van Prime Minister? Defensie. Dat is goed. In juli 1945 verloren de conservatieven de verkiezingen, maar Churchill was er niet bij. Waar bevond hij zich? In Berlijn. Nee, op de conferentie Potsdam. Die naam wou ik horen. Onder welk pseudoniem schreef Churchill artikelen in de schoolkrant van Harrow, waarin hij fulmineerde tegen het vak gymnastiek? Wel, pas. Hoe heette de oorlogscorrespondent van de Manchester Guardian met wie Churchill in Zuid-Afrika reportages maakte over de Boerenoorlog? Pas. Tegen wie leed Churchill in 1899 een nederlaag bij zijn eerste poging in het Lagerhuis gekozen te worden? Tegen Johnson Hicks. Nee, Alfred Emmet. In 1908 werd Churchill lid van het kabinet. Welk ministerie beheerde hij? Koloniën. Nee, de Board of Trade, handel. Welk militair debakel leidde tot het aftreden van Churchill als minister van Marine in 1915? Dardanelle. Dat is goed. Welk bataljon commandeerde Churchill in Frankrijk in 1916 en 1917? 21st Scots Infantry. Nee, de 6th Royal Scots Fusiliers. Welk landgoed kocht Churchill in 1923 van de royalties van zijn eerste 2 delen van zijn werk The World Crisis? Chartwell. Dat is goed. Onder welk pseudoniem exposeerde Churchill in 1921 in Parijs 5 van zijn schilderijen? Pas. Hoe heette de verklaring die Roosevelt en Churchill in augustus 1941 publiceerden over de geallieerde oorlogsdoelen? Atlantic Charter. Dat is goed. Hoe signeerde Churchill na 10 mei 1940 zijn geheime telegrammen aan Roosevelt? Een former naval person. Dat is goed. Welk revolutionair voorstel deed Churchill in juni 1940 in een uiterste poging de Franse regering van capitulatie te weerhouden? Een unity vorm met Frankrijk. Dat is goed. Frankrijk en Engeland. In 1911 werd Churchill tot minister van Marine benoemd. Wie volgde hij op? McKenna. Dat is goed. Waar hield Churchill zijn befaamde reden van 1946, waarin hij repte over een ijzeren gordijn dat tussen Rusland en het Westen was neergelaten? Fulton.
voelt de Missouri's goed. Waartegen richten zich de grote protesten naar aanleiding van Churchill's optreden als minister van Binnenlandse Zaken tegen stakers in 1910? Tony Pandy, tegen gebruik van troepen. Dat is goed. In welk district werd Churchill in 1922 verslagen tijdens de parlementsverkiezingen? In Dundee. Dat is goed. In welke stad op het Europees continent, en ik maak hem af, in welke stad op het Europees continent hield Churchill in 1946 een vurig pleidooi voor de eenwording van het continent? In Parijs? Nee, in Zürich. En misschien krijgt hij alsnog gelijk. Jan Traag heeft aan het eind van de eerste ronde gescoord 11 punten. Bovendien waren er 3 passen. En die 3 passen nemen we even door. Het pseudoniem waaronder Churchill artikelen schreef in die schoolkrant van Harrow, begint hij tekeer tegen het vak gymnastiek, notabene. Dat was Junius Junior. Zo noemde hij zich toen. Eventjes. De oorlogscorrespondent van de Manchester Guardian, met wie Churchill in Zuid-Afrika de Boerenoorlog versloeg, was J.B. Atkins. Ja. En het pseudoniem waaronder Churchill in 1921 in Parijs 5 schilderijen exposeerde, hij kon echt alles, was Charles Morin. Jan Traag, hartelijk dank. Mag de volgende van de dag. Stelt u zich voor? Mijn naam is Herman Enderman. Ik ben 62 jaar oud. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en woon in Nieuwegein. Ik ben part-time docent scheikunde aan het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En over welk onderwerp laat u zich ondervragen? Veldbiologie, voornamelijk botanie. Laat het houden op veldbiologie. Veldbiologie, voornamelijk botanie, gedurende 2 minuten. Herman Enderman, en die 2 minuten beginnen nu. Achter de wetenschappelijke naam van planten staat in flora's de afkorting van een persoonsnaam. Wie staat er achter de meeste wilde Nederlandse planten? Lin. Ja, Linnaeus is goed. Wat is het meest opvallende kenmerk van het blad van het Sint-Janskruid? Er zitten kleine doorzichtige puntjes in. Doorzichtige puntjes, goed. Wat hebben zeer uiteenlopende planten als zonnedauw, kaardebol en jeneverbes met toch een 30-tal andere planten gemeen? Stekels. Nee, ze zijn beschermd in Nederland. De boterbloem heet in de flora Ranunculus. Hoe heet meer specifiek de egelboterbloem? Ranunculus acer. Nee, Flammula. Okay. Wat is het opvallendste kenmerk van de stengels in de familie der lipbloemigen? Het is een vierkant. Dat is goed. Welke plantenfamilie kent in Nederland de meeste geslachten? Composieten. Nee, de grassen, graminee. Okay. Welke vereniging richtte Jacques P. Thijssen met enige anderen in 1901 op? Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Dat klopt. Is goed, u ziet Cornus Suedica en Linnea Borealis. In welke provincie bevindt u zich? In Drenthe. Dat is goed. Wat is precies het tongetje of ligula bij grassen? Een klein lipje aan de voet van het blad, tussen de scheden en het blad. Tussen scheden en bladschijf is goed. Ja. Bij welk dorp aan de Noordzeekust ligt de grens tussen kalkrijke en kalkarme duinen? Bergen. Bergen is goed. Wat is de Latijnse naam van het madeliefje? Bellus perennis. Dat is goed. Wat is de Nederlandse naam van de familie waartoe de Castanea fagus en de Castanea quercus behoren? Fagaceae. Nee. Napjesdragers. Napjesdragersfamilie is goed. Het nulpunt van de Amersfoort-coördinaten, waarmee je in Nederland planten en dieren kunt plaatsen, lag vroeger ook echt in Amersfoort. Bij welk gebouw om precies te zijn? Pas. Hoe noemt men planten die het ongunstigste jaargetijden doorkomen met knoppen meer dan 25 centimeter boven de grond? Pas. Nederland is ingedeeld in flora-districten. Welk district wordt aangeduid met de hoofdletter H? H. Is goed. Welk woord stond er in het ex libris van Jacques P. Thijssen? Pas. U ziet een oranje tip. Op welke plant zit hij waarschijnlijk? Op een distel. Pardon, wat zei u? Op een distel. Een distel, nee. Op een look zonder look of op een pinksterbloem. Dat is de enige plek waar deze vlinder blijkbaar op zit. Meneer Enderman eindigt in deze eerste ronde in beeld op 10. Ik heb 1 vraag verkeerd verstaan. Hij zei eerlijk waar Egmond, terwijl ik Bergen verstond. Dat was goed geweest. Dus we trekken er 1 punt af. En Herman Enderman eindigt deze eerste ronde op 9 punten. Daarbij paste hij 3 maal. En we gaan toch eventjes naar wat dat had moeten zijn. Het nulpunt van de Amersfoort-coördinaten lag vroeger echt in Amersfoort. Inmiddels niet meer, maar dat lag precies op de Onze Lieve Vrouwentoren. Daar was het allemaal op berekend. De planten die het ongunstige jaargetijden doorkomen met knoppen meer dan 25 centimeter boven de grond worden fanerofieten genoemd. U glimlacht herkennend. U ziet ze voor zich, die fanerofieten.
En het woord in het ex libris van Jappe Thijssen was onbekommerd. Meneer Enderman, onbekommerd. Dank u wel. En aan het eind van de eerste ronde is de totaalstand als volgt. Op de vierde plaats Herman Enderman met 9 punten. Op de derde plaats Jan Traag met 11 punten en 3 passen. Op de tweede plaats Hessel Nentjes met ook 11 punten, maar slechts 1 pas. En voorlopig 4 aan kop Marijke Wilmink met 15 punten. Maar de beslissing valt uiteraard pas in die laatste algemene kennisronde. Daar gaat het uiteindelijk om. En die spelen we als volgt. Degene die zojuist op de laagste plaats is geëindigd, die vierde is geworden, gaat als eerste de megabreinstoel in. En dat vervolgen we zo tot degene die nu aan kop gaat, als laatste de algemene kennisronde doet. Bovendien, als mensen gelijk eindigen, dat hebben we net in de eerste ronde ook al kunnen zien, gelijk op de eerste, tweede of de tweede en derde plaats, dan geeft het aantal passen de doorslag. In de eerste ronde scoorde Herman Enderman 9 punten met het onderwerp veldbiologie. Toen hij in de oorlogsjaren 1944 en 1945 een tijd doorbracht bij zijn grootvader in Dalfsen, kon hij alleen maar een paar boeken meenemen. En een ervan was de oude Flora van Heukels. In een half jaar tijd kamde hij de hele rijke omgeving van Dalfsen uit en determineerde in zijn eentje 350 plantensoorten. Verder heeft hij vroeger ook nog geschermd, maar of hem dat helpt in de algemene kennisronde, dat zullen we nu gaan merken. Herman Enderman neemt de plaats. Algemene kennis. Tweede ronde voor Herman Enderman, 2 minuten lang. En die 2 minuten beginnen nu. Hoe heet het Britse eiland dat berucht is vanwege de vele doden die er tijdens de jaarlijkse motorraces vallen? Man. Man is goed. Welke Nederlandse kinderboekenschrijver bedacht de avonturen van De Kleine Kapitein? Pas. In welke stad woonde de Nederlandse schilder Kees van Dongen, geboren in Delfshaven, het grootste deel van zijn leven? Parijs. Is goed. Nieuwe auto's moeten in Nederland na 3 jaar voor het eerst APK gekeurd worden. Waar staat APK voor? Pas. Hoe wordt in de meteorologie het gebied genoemd waar warme en koude lucht elkaar ontmoeten? Front. Is goed. Welke historische Nederlandse installatie werd onlangs door een Amerikaans ingenieursbureau uitgeroepen tot een van de 9 technische wereldwonderen? Pas. Hoe wordt in de aardwetenschappen het veronderstelde oercontinent genoemd waaruit de huidige continenten zich hebben losgemaakt? Gondwanaland. Nee, Pangaea. Wat is de familienaam van het Belgische koningshuis? Saxen. Saxen-Anhalt. Nee, Saxen-Coburg. Onder wiens leiding speelt het orkest van de 18e eeuw zijn muziek op authentieke instrumenten? Pas. Hoe heette de Spartaanse koning die door Xerxes bij Thermopylae verslagen werd? Leonidas. Dat is goed. Welk hondenras is door de eeuwen heen vooral gebruikt voor de jacht op bunzings, wezels, konijnen en dassen? Dashond. Dat is goed. Hoe heet het punt in de Berlijnse muur bij de Kochstrasse waar alleen buitenlanders mochten passeren? Checkpoint Charlie. Is goed. De Nederlandse schrijver Belcampo beschreef in een beroemd verhaal de dag des oordeels. In welke plaats liet hij zich die dag afspelen? Nijverdal. Nee, in Rijssen, vlak erbij. Hoe heette de kapitein van de Amsterdamse schutterscompagnie die Rembrandt als de nachtwacht schilderde? De Kok Banning. Banning Kok, dat weet ik goed. Hoe heette de huidige keizer van Japan? Pas. Onder welke naam staat de vergelijking A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat bekend? Pythagoras. Stelling van Pythagoras, goed. Hoe heette de wereldwijde tournee van de popster Madonna waaromheen zich haar film In Bed With Madonna afspeelt? Pas. Wie won 2 gouden medailles op de wereldkampioenschappen wielrennen voor dames in 1990? Yvonne van Gennep. Nee, dat was Leontien van Moorsel. Yvonne van Gennep is ook zeer goud, maar in een andere sport. En aan het eind van deze tweede ronde is het totaal van Herman Enderman opgeklommen tot 17 punten en 9 passen. Van die 9 passen waren er 6 in de algemene kennisronde en die nemen we alsnog even door. De kinderboekenschrijver die De Kleine Kapitein bedacht en er ook gouden griffels voor kreeg was Paul Biegel. De nieuwe auto's moeten in Nederland na 3 jaar gekeurd worden en vanaf dat moment ieder jaar APK en dat staat voor Algemene Periodieke Keuring. Een weetje. De historische Nederlandse installatie die onlangs door een Amerikaans ingenieursbureau werd uitgeroepen tot een van de 9 technische wereldwonderen, daar komt u inmiddels op. Ja, dat was een stoomgemaal. Het stoomgemaal, de Krukius bij Heemstede. Onder leiding van wie speelt het orkest van de 18e eeuw? Dat is Frans Brugge. De huidige keizer van Japan heet Akihito. En de
tournee waarmee Madonna de wereld veroverde. Recentelijk, dat was de Blonde Ambition Tour. Maar helaas nooit van gehoord. Meneer Enderman, dank u wel. Jan Traag scoorde 11 punten op het onderwerp Leven en Geschriften van Sir Winston Churchill. Rond zijn 10e verjaardag was Jan Traag het verlegenste jongetje van Nederland. Daar besloot hij iets aan te gaan doen. En als laatbloeier deed hij niet zo lang geleden mee aan Per Seconde Wijzer, haalde glorieus de derde ronde, zag toen een zeer goede vriend in diezelfde quiz totaal falen en besloot in wanhoop toch maar niet verder te gaan, maar het geld mee naar huis te nemen. Die kans kreeg hij hier niet. Hij moet en zal in de megabreinstoel. Jan Traag. Algemene kennis. De tweede ronde. Jan Traag gedurende 2 minuten. En die 2 minuten beginnen nu. In welk deel van het menselijk lichaam bevindt zich het zogenaamde slakkenhuis? Pas. Welke rivier die in Spanje ontspringt mondt bij Lissabon uit in de Atlantische Oceaan? Taag. Is goed. Als Odysseus na zijn omzwervingen terugkeert in zijn vaderland Ithaca, wie is dan de eerste in zijn huis die hem herkent? Penelope? Nee, de hond Argos. Oh. Welke term wordt in de luchtvaart gebruikt om aan te duiden dat een toestel sneller gaat dan het geluid? Mag. Nee, supersonisch is de term. Hoe wordt in de psychologie de vrouwelijke tegenhanger van het Oedipuscomplex genoemd? Pas. In het woord optelefoneren zijn de woorden opbellen en telefoneren samengesmolten tot een niet correct woord. Hoe heet dit verschijnsel in de taalkunde? Alliteratie? Nee, contaminatie. Door welk diertje wordt de tropische ziekte trypanosomiasis, in goed Nederlands de slaapziekte, overgebracht? Pas. In welk Afrikaans land lag het Nilsmeer, waaruit in 1986 een wolk giftig vulkaangas ontsnapte die honderden slachtoffers eiste? Pas. Van welke zeer invloedrijke psychologische stroming was de Amerikaan Skinner de grote voorman? Pas. Onder welke naam is het Nieuw-Zeelandse nationale rugbyteam populair? De Blacks? Nee, die All Blacks, dat is niet goed genoeg. Onder welk pseudoniem werd de Franse schrijver Jean-Baptiste Poquelin wereldberoemd? Mouillère. Dat is goed. Hoe wordt in de geologie het gesteente genoemd dat zich rondom een gletsjer bevindt en dat door het ijs verplaatst wordt? Kars? Nee, morenen. Uit welk element zou volgens Aristoteles de sfeer van de hemellichamen opgebouwd zijn? Pas. Welk onsterfelijk personage speelde Peter Sellers in de Pink Panther films? Inspecteur Clouseau. Dat is goed. Welke uitvinding op muziekgebied deed de Italiaan Bartolomeo Cristofori in 1709? Pas. Onder welke naam is het chemische ontbladeringsmiddel dat de Amerikanen in Vietnam gebruikten in de media bekend geworden? Yellow Dust? Nee, Ancient Orange. Hoe heette de binnenhuisarchitecte met wie Rietveld heeft samengewerkt aan het ontwerp van het Rietveldhuis in Utrecht? Ik weet het pas. De composities van Mozart, ik begon in de bel, dus ik maak het toch af. De composities van Mozart worden doorgaans met de naam van het werk, vervolgens de afkorting KV plus een nummer genoemd. Waar staan de letters KV voor? Kachelverzeichnis. Dat is goed. En aan het eind van die ronde heeft Jan Traag gescoord 15 punten en 11 passen. En dat was werkelijk zeer op de nipper. Maar ik had het woord in de mond op de bel. En dan is de afspraak, dan gaan we absoluut door. Wel had u van de 11 8 passen in die tweede ronde. Ja. En die 8 gaan we allemaal langs. Of u dat wil of niet. Het deel van het menselijk lichaam waar het slakkenhuis in zit, dat is het oor. Ja. En bij mij zit daar een dopje, maar bij normale mensen zit daar het slakkenhuis. In de psychologie heet de vrouwelijke tegenhanger van het Oedipuscomplex, het Elektra-complex. De moeder vermoord en de vader getrouwd. Dat kan dan natuurlijk ook. Het diertje wat de trypanosomiasis overbrengt, de slaapziekte, is het tsetsevlieg. Ja. Het Afrikaanse land waar het Nielsmeer lag, waar in 1986 vulkaangas ontsnapte, 1500 slachtoffers ruim, Cameroen. De invloedrijke psychologische stroming waar Skinner zijn naam aan verbonden heeft, was het behaviorisme. Het element waaruit volgens Aristoteles de hemellichamen zouden zijn opgebouwd, de sfeer van de hemellichamen, is ether. Voegde hij toe aan aarde, water, vuur en lucht. De uitvinding op muziekgebied van Cristofori in 1709 was de piano. Echte piano met hamertjes. En tenslotte de binnenhuisarchitect die u wist, met wie Rietveld heeft samengewerkt aan het Rietveld-Schreuderhuis, is Truus Schreuder. Precies. Jan Traag, hartelijk dank. Hessel Nentjes scoorde in de eerste ronde
11 punten met het onderwerp Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen hij in militaire dienst moest, midden jaren 70, besloot hij de verveling voor te zijn en nam de 7 delen mee die dokter Lou de Jong op dat moment af had. Hij las ze van voor naar achteren en heeft dat met de later verschijnende delen volgehouden, in hoeveel subdelen ze ook uiteenvielen. Maar dat onderdeel is achter de rug. De oorlog. Ik nodig Hesselnentjes uit voor de tweede keer in de megabreinstoel plaats te nemen. Algemene kennis, tweede ronde, voor Hesselnentjes, gedurende 2 minuten, en die 2 minuten beginnen. Nu, welke stad aan de Japanse zee is het eindpunt van de Trans-Siberische spoorlijn? Novosibirsk. Nee, Vladivostok. Hoe heet de brug in Parijs die in september 85 door de kunstenaar Christo werd ingepakt? Pas. Wie was de allereerste drummer van de Beatles, dus de voorganger van Ringo Starr? Pas. Wat was in 1960 het eerste land dat een vrouwelijke premier benoemde? Ceylon. Is goed. Welke stad in Babylonië was volgens het Bijbelboek Genesis de vaderstad van Abraham? Ur. Is goed. Hoe heet het vlaggenschip van Michiel Adriaanszoon Ruiter? Pas. Welke Russische impresario was de stichter van de wereldberoemde balletgroep Ballet Rus? Nurgenjev. Nee, de Diaghilev. Welke Nederlandse schilder was tevens de uitvinder van de slangbrandspuit? Jan van der Heijden. Dat is goed. In 1975 werd de Nederlandse fabrieksdirecteur in het eerste Monasterevin ontvoerd, na 36 dagen weer vrijgelaten. Hoe heette die directeur? Herrema. Dat is goed. Wat meet een anemometer? Luchtdruk. Nee, de windsnelheid. Wat was de naam van de idealistische kolonie die door Frederik van Ede bij Bussum gevestigd werd? Walden. Dat is goed. Naar wie is de ambtseed van de artsen genoemd? Hippocrates. Dat is goed. Onder welke naam is de moordpartij op de Hugenoten in Parijs augustus 1572 de geschiedenis ingegaan? De Bartholomeusnacht. Dat is goed. Hoe werden rond 1900 de militante voorvechters van het vrouwenkiesrecht genoemd? Suffragetten. Dat is goed. In welke Afrikaanse rivier ligt de Cabora-Bassa-dam? Zambezi. Is goed. Er is een snoepje genoemd naar een Oostenrijkse baron die eind 18e eeuw gezant in Nederland was. Hoe heette dat snoepje? Hop. Het Haagse hopje is goed. Hoe heet in de Griekse mythologie de 100-ogige reus die de in een koe veranderde Io moest bewaken? Cerberus. Nee, Argus. Welke Vlaamse chemicus was de uitvinder van het kunstmatige harde has bakeliet? Bekerland. Bakeland is goed. Welke denker wordt beschouwd als de eerste grote Britse empirist? Bertrand Russell. Nee, John Locke. Wat is de Nederlandse naam voor het plantengeslacht Tagetes? Pas. Welke popgroep maakte platen als Music from the Big Pink en Stage Fright? Boomtown Rats. Nee, The Band. Onder welke waterweg loopt de Velse Tunnel door? Het IJ. Nee, het Noordzeekanaal. In welk dorp bevindt zich... Ik maak hem af. In welk dorp bevond zich Huize het Gras, waar Gerard Reve enige jaren woonde? Op zijn Fries was het geloof Greunterp. Greunterp. Ja, Greunterp, Greunterp is goed. En met dat laatste punt, via Gerard Reve, komt Hesselnentjes na 2 ronden op totaal 23 punten en 5 passen. Van die 5 waren er 4 in deze ronde. En de eerste was de brug in Parijs, die in september 85 door Christo werd ingepakt. Dat was de Pont Neuf. Helemaal ingepakt. De allereerste drummer van de Beatles, voorganger van Ringo Starr. Je zou zeggen dat hij een carrière gemist heeft. Pete Best. Die chauffeur geworden. Chauffeur? Wat zegt u? Die chauffeur geworden. Chauffeur geworden. Ja. Daar zal hij ook wat verdiend mee hebben. Het vlaggenschip van Michiel de Ruiter. Dat was de 7 provinciën. Oh. En de Nederlandse naam voor de planten Tagetes is Afrikaantjes. Hesselnentjes, bedankt. Marijke Wilmink won tussen aanhalingstekens de eerste ronde. Ze scoorde 15 punten met het onderwerp Het leven van Charles Dickens. Ze is de jongste van 8 kinderen. En de enige die de anglofilie van haar vader, een leraar Engels, erfde. Haar vader stierf vroeg en had nooit de gelegenheid Engeland te bezoeken. Maar zij maakt dat nu goed en heeft zelfs het gevoel dat als ze een vorig leven heeft gehad, dan zou zich dat in Engeland hebben afgespeeld. Maar in haar huidige leven wordt ze nu uitgenodigd plaats te nemen in de megabreinstoel. Algemene kennis, tweede ronde voor Marijke Wilmink. Gedurende 2 minuten. En die 2 minuten beginnen. Nu, hoe heet de Amerikaanse zangeres die bij de 200ste herdenking van de Franse Revolutie op het Place de la Concorde de Marseillaise zong? Bessie Smith. Nee, Jesse Norman. Wat was het devies van de in 1347 door Edward III van Engeland gestichte Orde van de Kousenband? Onniswaki Malipal. Is goed. Wie schreef het boek Common Sense in Baby and Child Care, dat sinds de eerste druk in 1946 over de hele wereld gebruikt is gaan worden?
Dr. Spock. Dat is goed. Hoe worden in de biologie planten genoemd die op andere planten of op dieren groeien en daarbij geen voedsel aan een gastheer onttrekken? Parasieten. Nee, epifieten. Wat was de titel van de stadhouders of gouverneurs van de provincies in het oude Persische Rijk? Pas. Hoe heette die Javaanse schrijver die om de troon van de stad Venetië en heeft als symbool de leeuw? Marcus. Is goed. Hoe werden geschutskelders onder verdedigingswerken genoemd die ook wel gebruikt werden om voedsel en munitie op te slaan? Putjes. Nee, kazematten. Waar staat de afkorting VARA voor? Vereniging van Arbeidersradioamateurs. Is goed. Welke plek lag in de Karolingische tijd op de plek waar nu wijk van, bij Duurstede ligt? Pas. Hoe heet de regisseur hoofdrolspeler van de Oscar-winnende film Dances with Wolves? Pas. Welke Oostenrijkse toneelleider en dichter die rond 1800 leefde kreeg vooral bekendheid als de libretto-schrijver van Mozart's Zauberflöte? Pas. In welk land werd in 1930 het allereerste wereldkampioenschap voetbal gehouden? In Engeland. Nee, in Uruguay. Hoe heten de leden van een volksstam in Tibet die erom bekend staan uitstekende berggidsen te zijn? Pasha's. Nee, Sherpa's. Sherpa's, ja. De Sherpa's, die zo menigeen naar de top geleid hebben. Aan het eind van deze tweede ronde is het totaal aantal punten van Marijke Wilmink gestegen naar 19 punten en 5 passen. Onder die vijf passen waren allemaal in deze ronde. Op Dickens heeft u niet gepast. Ik loop ze even met u door. De stadhouders of gouverneurs van de provincies in het oude Perzië, dat waren satrapen. De gangbare wetenschappelijke naam voor het strottenhoofd is de larynx. Ja. De stad die onder de Karolingen lag, waar nu wijk bij Duurstede ligt, dat is Dorestad. Ja. Ooit nog in de brand gestoken door de Vikingen, als ik het wel heb. De hoofdrolspeler-regisseur van Dances with Wolves, die ligt voor het beton. Maar u weet hem nog niet? Nee. Kevin Costner. Ja, ik ben alles kwijt. Alleen de critica Pauline Kiel, die was ontevreden over die film. Die mochte dat die film beter Place with Cameras had kunnen heten. En tenslotte die Oostenrijkse toneelleider, waar u eventjes over nadacht, dat was Emmanuel Schikaneder. Oh nee, dat is... Librettist van het Zauberflöten. Nee, Marijke Wilmink, hartelijk dank. En de eindstand van de tweede voorronde van Megabrein, die is als volgt. Op de vierde plaats, met 15 punten, Jan Traag. Op de derde plaats, met 17 punten, Herman Endeman. Runner-up, en misschien als beste nummer 2 alsnog in aanmerking komend aan het eind van de rit voor de finale, maar voorlopig tweede, of voor de halve finale, pardon. Voorlopig tweede, Marijke Wilmink met 19 punten. En de winnaar, met uiteindelijk vrij ruim verschil, 23 punten over 2 ronden voor Hessel Nentjes. En Hessel Nentjes heeft zelfs voor Megabrein supporters meegenomen die geluid maken. En dat is zo helemaal op het eind ook wel gezellig. Dit was de tweede voorronde. Er zijn 2 halve finalisten bekend. We gaan gestaag door de komende weken. En blijft u ook een beetje meedoen. Een beetje kijken wie thuis het meeste weet. Mocht uw kennis niet verder gaan dan als het groen is en het wemelt, is het biologie. Als het stinkt, is het scheikunde. En als het niet werkt, is het natuurkunde. Dan wordt het tijd nog eens eventjes in de boeken te duiken en wat na te kijken. We zien u terug volgende week bij Megabrein. Goedenavond. En voor de quiz Megabrein zoeken wij nog kandidaten. U kunt zich opgeven bij de KRO, postbus 1974, 1200 BZ in Hilversum.